Voor de zoveelste keer zijn we weer op de luchthaven van Alicante. Dit keer omdat er hele mooie kerstman staat. Nee hoor, we zijn de moeder van San, die zijn we weg gaan brengen. Dus die is nu weer terug naar Nederland. Ja. En wij moeten nu weer terug naar Benidorm. Nou, eventjes kijken, de zon is nog... Ja, ik denk dat de zon net op is, maar het ziet er wel heel erg bewolkt uit. Het begint al een beetje licht te worden, best wel vroeg, dus... Nou ja, we zien het. We zullen het zien. Benidorm Bastards. Ja, we gaan even het karretje terugbrengen natuurlijk. Van haar moeder. Dus ja, dat is mijn manier. Je kan wel gaan sjouwen. Maar dit is ook een manier natuurlijk. Ja, en zo rijden ze allemaal hier in Benidorm. Nou, vandaag lekker een rustige dag houden, want voor de verderfst is er vandaag niet zoveel te doen. Dat wil ik ook zo min mogelijk doen. Zo, het is alweer avond, tenminste avond, 6 uur. En de Spaanse vlag, die wappert in de wind. Oké, wapperde in de wind. Zoals je kunt zien is het een beetje schemerig. Ik ga Pablo uitlaten en daarna ga ik even wat boodschappen doen. Ga ik eten maken. Ik denk dat ik iets van nasi in elkaar gaat draaien. Een beetje eenvoudig. Ik heb geen zin om uit eten te gaan. Het begint nu ook een beetje tegen te staan. Het is niet zo heel duur hoor. Je kan wat dat betreft bijna zelf niet koken. Maar voor dat geld. Maar goed. Ik vind het gewoon helemaal niks. Dat uit eten iedere keer. En je weet ook nooit wat er doorheen zit. Hè? Ik bedoel, 100% zeker kan je het nooit wezen. Dus ik ga zo even boodschappen doen en dan ga ik eten maken. En dan zit de dag er alweer op. We hebben natuurlijk, vandaag hebben we de moeder van San weggebracht. Dus die zal nu onderhand thuis zijn, dat wel. Maar het was ook weer iets. Het is leuk geweest, een weekje. Het was allemaal lang zat. Beetje vermoeiend op de duur. Zo, dat was de kerkklok. Die gaat 's ochtends ook, hè? Het is nu 6 uur, dus als het goed is slaat hij 6 keer. 3 keer. 4 keer. 5 keer. En de laatste keer. Zo, ik heb de hond net naar boven gebracht en nu ga ik boodschappen doen. En dan ga ik door het wereldberoemd, wil ik niet zeggen, maar toch wel het beroemd tapasstraatje. Het is hier lekker warm trouwens. Allemaal terrasvormers die aanstaan. En het zijn allemaal tapas hier. Alleen met tapas wat ze hier verkopen. En dit straatje staat er bijna bekend om. Ze hebben zelf een rode loper uitgelegd. Het is wel gezellig zoals je ziet. Hier hebben we een keer gegeten bij de vijf pinchos. Nee, de vijf pinchos, dat is vijf gerechten.
Dus. Si quieres comer bien, no pensáis mucho. Te preocupes, te preocupes que me atrevo. Si quieres, tú een clown. Nou, die hebben we in Nederland ook zat. Kijk. Ja. Nou, de rij voor de loterij, hè. Het is, Spanje staat bekend om zijn loterijen, om zijn gokken, noem maar op. Ik denk dat dit voor de nieuwjaarsloterij is of zo. Geen flauw idee. Of het is voor de nieuwe loterij. Dan moet je even tussendoor ringen. Ja, nog even. Ik ben bij de supermarkt. Het is nu nog niet zo heel laat. Het is rond uur of kwart over zes. Dus, en zoals je ziet, in het centrum is druk zat. Dus, ik ga even boodschappen doen en dan zie ik jullie later. Nou, ik ben in de supermarkt. Het eerste wat je ziet als je binnenkomt, allemaal make-up en dergelijke. Ik heb zo'n mandje. Zo'n mandje, die ga ik niet achter me aansmeren. Ik ben nog niet zo heel oud, dus ik til hem gewoon op. En dan zien we wel. Dus even kijken, hoor. Wat heb ik allemaal nodig? Nou ja, in ieder geval brood, melk. Dat heb ik nodig. En ik sta niet te wachten op iemand die de weg verspert, vreselijk. Ja, dat hebben we hier, hè. Dus allemaal bejaarden hier. Soms dan moet je gewoon je weg forceren. Het is echt... En ik weet het al, er komt de tijd en dan ben ik zelf ook bejaard. En... ik weet niet. Ik heb altijd de stille hoop dat ik dan gewoon opzij ga. Van, nou ja, oké, goed, jullie hebben haast, ik laat jullie er maar door. En dat ik niet ergens in het midden van een pad ga staan treuzelen of zo, zoals heel veel hier doen. Oké, dus allemaal vis en vlees. Dat heb ik niet echt nodig. Even kijken hoor. Ook vlees. Hier zitten trouwens, als het goed is, wel vegetarische worstjes tussen. Ja, zie je het? Vegetarische worstjes. Nou. Best wel veel ook eigenlijk, maar ja, die heb ik dus al. Ik denk dat ik wel eventjes wat kaas in huis ga halen, omdat ik binnenkort spaghetti ga maken. Dus even kijken hoor. Sowieso een beetje van die, wat is het, Parmezaanse kaas denk ik. En gewone kaas, maar echt, even kijken hoor. Een flauw idee waar kaas dit is. Maar. Oké. Nou, gewone kaas heb ik al. Gouda kaas, hier zo. Gouda kaas, Edam kaas. Het leuke van deze kaas is dat. Ja, ik heb genoeg hoor, daar gaat het niet om. Want heb ik. Ja, nee, je hebt mijn bril niet op. Dus even kijken, heb ik mijn bril bij me? Ja, die heb ik bij me. Kijk. Zonder bril begint een mens bijna niets. Oké. Nou. Bijna niet zo. Ik ga eens even kijken. Ja, hier zo zie je dus dat vegetarische kaas is. Dus vegetarianos. Even kijken. Vegetarianos. Zie je het? Dus dat is vegetarisch stremsel. Dus wat dat betreft, ja. Je kan hier best wel veel vegetarische producten krijgen. Als het goed is, hebben ze hier zelfs vegetarische worst ergens, maar... Die kan ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Niet hier althans. Van die, echt van die dikke worsten zijn dat. Even kijken hoor. Ik zie hier zo ook geen gewone. Ze hebben het wel hier. Dat weet ik bijna 100% zeker. Nou, hummus. Allerlei soorten hummus. Dus wat dat betreft heb je hebt altijd wel wat te eten op brood of wat dan ook. Dus, dat is het probleem niet. Even kijken. Wat moest ik ook niet hebben? Ik heb nou alleen maar kaas gehad. Ik ga nog even wat groenten halen. Wat courgette, wat paprika. Want ja. Als je pasta gaat maken, dan wordt dat courgette. Sowieso vind ik door.
courgette en misschien ook wel tomaten, die heb ik echt zat. Goh, wat ligt er nou dan? Even kijken, ik zoek courgette en ik zoek die aubergine. Aubergine, ja. Even kijken. Ik kan ook broccoli doen, maar dat vind ik niet zo heel geweldig. Oké. Nou, ik weet zeker dat ze... Oh, kijk. Daar. Ik wou zeggen, ik weet zeker dat ze het hebben. En wat paprika. Die mooie grote gevormde paprika's. Even een zakje pakken. Zoals je ziet heb ik een grote misvormde paprika erin. Een courgette en een aubergine. Een bonen, 1,40. Wat is dat eigenlijk, dat witte? Ja, weet ik niet. Ja, wat kan je nog meer doen door de spaghetti? Eigenlijk van alles, hè. Maar dat heb ik thuis wel, denk ik. En zoals je ziet, het is niet veel hoor, wat ze aan groenten hebben hier, maar ja, je moet toch wat. Ik hoop alleen niet, soms dan moet je het dus afwegen en dan zelf prijzen. Alleen ik zie hier zo nergens een apparaat staan, dus dat is, ik ga er even nu vanuit dat dat niet het geval is. Oké, nou voor de macaroni heb ik in ieder geval genoeg. Dat is niet wat we vanavond eten, vanavond eet ik gewoon nasi, maar ja. Dat heb ik ook nodig. Nou, tomaten heb ik. Dus, that's it. Oké. Okay. Nou, basmati rijst heb ik ook. Dus wat dat betreft heb ik dat ook. Even kijken. Nou, seitan. Ook vegetarisch allemaal. En wat dat betreft kun je hier best wel aardig uit de weg. Met vegetarische producten. Dat is alleen jammer dat ik dus niet... Kijk hoor, kruidenvind voor de spaghetti of macaroni die ik morgen ga maken, maar ja goed, nou, kijk, ik zie daar al wat kruiden daarboven, oregano en zo. En ja, nadeel is, het staat allemaal in Spaans, dus zoek het maar uit. Alle soorten water die je maar kan bedenken. Nou, die neem ik even mee voor Sam, die houdt daarvan. Even kijken hoor. Ze noemt het zoutwater. Nou ja, goed, volgens mij zit er helemaal geen zout in. Zo jammer dat hier geen statieveilig geld staat op flessen. Want er zijn echt zoveel flessen. Oh ja, olie heb ik ook wel nodig. Wat voor olie? Olijfolie. Zonnebloemolie, ik denk dat dat gewoon het beste is. Deze 99 cent voor een fles zonnebloemolie. Even kijken hoor. Ja, oké. Kokosolie. Dat is trouwens wel duur, hè? Maar goed. De olijfolie die valt op zich wel mee. Ja, het is natuurlijk altijd wel duur. 3 euro, 4 euro voor een fles olie. Ja, het is goedkoper als in Nederland. En hier zo'n 8 liter water voor 73 cent. Nou, die heb ik gelukkig thuis staan, want anders moet ik dan ook nog eens een keer mee gaan lopen sjouwen. Nou, deze afdeling slaan wij er natuurlijk altijd over. Ja, kijk hoor. Dan zou je ook nog ergens gewoon drinken zijn. We zijn gewoon. Ik kan maar bij me. Brood. Alles om de volgende dag weer door te komen en vanavond. Dus, al die steile straten, zeg feestelijk. Neem nou een andere weg terug. Ook een tapasstraatje, maar ja, het zijn die allemaal. Ja, overal tapas. Kleine hapjes voor grote prijzen. Ja, nou ja, valt er mee. Maar het is natuurlijk niet zo duur als in Nederland, maar toch. Ja, ze weten hier de prijzen wel hoor. Toeristen. Ja. En het is nog vrij leeg. Dadelijk over 2 uurtjes. Dan is het ongeveer 1:09. En dan zit hij helemaal vol. Ja.
Ja, terrasverwarmingjes, zoals je ziet. Lekker warm hoor. Doet het altijd wel goed. Tot hier niet echt super koud is. Het is denk ik nu een graad of 15. Maar... Ja, daar liep ik er net. Is het toch allemaal tafeltjes die nog vol gaan vanavond? Ik geloof het niet, maar het is echt zo. Oef. Kijk eens, mooi versierd. Allemaal beestjes, drie koningen. En dadelijk oud en nieuw. En dan blijven we lekker gewoon bij ons appartement. En dan ga ik voor jullie het vuurwerk filmen, wat vanaf het strand wordt afgestoken. Er worden echt zo enorm veel dingen hier georganiseerd. Op de boulevard. Voor die Engelsen. Daar komen grote tv-schermen te staan. Als een tribute, een eerbetoon aan de Engelsen. Ja, dat is toch eigenlijk het grootst aanwezig zijn hier zo. In Benidorm. Ja, omdat ze eigenlijk Benidorm groot gemaakt hebben. Tenminste, dat zeggen ze. Dus, ja. In ieder geval... En dan krijg je om 9 uur, hè? Want ja, Engeland loopt een uurtje voor qua tijd. In Engeland is het nu 9 uur en hier is het bij wijze van spreken 8 uur. Dus wij lopen een uurtje achter, dat kan ook. Zo, van aan de rand pakken. Zo. En dus om 9 uur, 1 uur, sorry, 1 uur 's nachts voor ons dan. Dan laten ze de Big Ben zien. De Big Ben in Engeland, ja. Omdat daar in Engeland is dan pas 12 uur, als het hier 1 uur is. En dan laten ze dus de Big Ben zien, hoe die slaat. Leuk hoor. Dus, ja, maar ja goed, dat is allemaal vooruitlopend. Ik ben weer bijna thuis. Oeh, ik ga eten maken. En ik zie jullie morgen weer. Hey, bedankt weer voor het kijken en tot morgen. Doei!